Heel goed kijken, zie je een stipje. En dat is hem. Vanmorgen waren we in Amsterdam aanwezig bij de afvaart en u ziet nu de reportage. Wacht nog op de kade, trots op het resultaat. Rond 1 uur is de verwachte afvaart. Het schip is nu verzwaard met 323 ton lood. Tot vlak voor de afvaart worden er nog proeven gedaan met gewichten. We hebben het de afgelopen 4 dagen gedaan. Met elke centimeter die omhoog ging hebben we de stabiliteit getest. En die stabiliteit is nu 35 mg met 225 ton ballast erin, dus dat is perfect. Met een kurkdroog schip, prima. En kunnen we ook door het lage water? We kunnen ook door het lage water. Ik zie geen problemen? Ik zie geen problemen. Hoeveel mensen gaan er mee? Er gaan 25 mensen mee. Is dat voldoende? Dat is voldoende. En ja. Waarom mogen er niet meer mensen mee? Omdat de stabiliteit, dat staat dat niet toe. Hè? Dat kan niet? Nee, maar dat is gewoon omdat het schip nog te onbekend is. Kijk, het schip mag nu zijn eerste reis. Of zijn eerste tochtje. Hè? En dan willen we het ook niet met honderden mensen willen we dat afladen. Want dan weten we niet. Dan sta je constant met een maag vol spanning. En daar heb ik ook geen zin in. Hè? Dus we hebben dat gewoon beperkt. En met de paas, kan iedereen erop? Nee, met de paas is het wel vrij om te bezichtigen. Maar niet iedereen kan erop. Dus we moeten ook nog veiligheidsvoorzieningen treffen. We krijgen nu weer met de brandweer van Lelystad te maken. We krijgen nu echt met de walautoriteiten te maken. Dus dat is. Is het wel de bedoeling dat we ermee gaan zeilen? Ja. Wanneer? 96. Dan ga je dan mee? Daar ga ik mee. Zeker weten. En hoe zit het dan met de andere boot? Nou, die moet dan even een paar dagen op me wachten, hè. En ik denk dat iedereen die daar aan timmert ook wel mee wil, hè. En wanneer is de 7 provinciën klaar? In 2004. En dan ben ik 64. En dan ga ik het ook de wereld weer eens van een andere kant bekijken. Bedankt. Ja, graag gedaan. We gaan, hè? Die trap die je bij je had, wil je die terug hebben of moet die in de knijper? Dan moeten we nog even een dagje over slapen. Mag dat, Jan? En dan, nou, hij staat hier, hij kan aanboord elk moment. Maar... Oh, mooi. Mooi. Ja, wij hoeven hem niet mee te nemen. Want wij hebben... Nee, we krijgen een nieuwe voorziening, een andere voorziening. Gangway, ja. Nee, dan is dat probleem opgelost. Ja. Dit is een sleepboot Ja? Mark Mazereel, een transportleider van BTS. Mark Mazereel. Alle contacten lopen verder via jou. Ja. Dus prima. Als wij vragen hebben, komen we bij jou. Prima. Okay. Nou, die eerste tocht met de Batavia over het IJ was toch eigenlijk wel heel spannend. De boot is veel stabieler dan we dachten. Heel veel belangstelling en ja, dan toch die spanning van de eerste tocht überhaupt. Heel mooi. En dan in de toekomst gaat de Batavia ook wel eens op de wijde zee zeilen. Maar welke wijde zeeën? Nou, niet het eerste wat gaat gebeuren, waarschijnlijk 1998 naar Stockholm, maar de grote wereldreis wordt in het jaar 2000 bij de Olympische Spelen in Sydney. En Sydney heeft nu al gevraagd of dan de Batavia in de haven van Sydney kan liggen. En dat is wel een geweldige uitdaging natuurlijk. En dan maar hopen dat het niet helemaal een replica is van de echte. Nee, hij moet niet meer zoals in de eerste Batavia voor de westkust van Australië op de Rif lopen. Maar we hebben goed vertrouwen erin dat dat niet zal gebeuren.
Ja, het blijven prachtige plaatjes. En we hebben nog veel meer water voor u, of beter gezegd, de strijd tegen het water.